Zo. Hey mensen, even een klein filmpje voor jullie over de houttakken. Ik heb de afgelopen 2 maanden hier voornamelijk de houttak workshop gegeven. En het blijkt toch wel heel handig te zijn voor mensen. Ik ga zo meteen zelf naar huis, dus ik dacht ik maak even een filmpje ook op vraag van andere crew hier. Dan kunnen ze nog een keer nakijken. Mocht iemand anders die houtworkshop willen geven. Dus een klein beetje hoe ik het doe. Albert die heeft al een workshop voor mij gefilmd, maar het is een filmpje van meer dan een half uur. Dus ik probeer nu even iets kort te doen. Okay. Dus normaal gesproken hebben we hier zoveel mogelijk man staan. We kunnen ze niet verplichten om hierbij te zijn natuurlijk. Ze zijn hier voor de lol. Alleen wil ik zelf zoveel mogelijk die mensen wel eigenlijk hier krijgen. Want we hebben nu 2 maanden gedraaid. 3 groepen per week. En eigenlijk nooit het gebeurt. Alleen een keer of 4 dat mensen even naar de eerste hulp moesten. Even naar de huisarts. Even echt een keer of pleister of plakpleister. In ieder geval even wat aan laten doen. En dat was alleen of voor de les. Dat zal eigenwijs wel aan de gang houden. Of dat ze te laat bij de les waren of simpelweg niet bij de les wouden zijn. In de zin van ik kan het al. Goed, blijkbaar niet. Nou ja. Dus voor veiligheid eigenlijk zoveel mogelijk mensen hier. Dus goed, straks staat hier allemaal vol mensen. Oké, natuurlijk ga ik me eerst voorstellen. Van hey, ik ben Joey, ik doe dit. Ik ben Bushcraft Survival Instructeur. Daarom geef ik nu een beetje de houttakles. En natuurlijk een beetje vragen van hey, zijn er mensen met ervaring. Een beetje gezellig doen. En daarna begin ik met de daadwerkelijke les. Oké, voordat ik begin heb ik het eerst over zo van hey, voordat je echt gaat hakken, ga je eerst kijken naar je hout. Kijken naar je hout scheelt heel veel werk, scheelt heel veel frustratie en het gaat gewoon veel efficiënter. Oké, hoe werkt dat nou? Ik heb hier op het hakblok, ik had 2 stukjes liggen. En, nou goed, dit stuk is veel breder, veel groter, dit is een veel kleiner stukje. Maar ik zou bijvoorbeeld dit zou ik eerst uitkiezen om mee te beginnen. Ga ik ze ook vragen, hé, welk stukje zou ik eerst doen? Oké. Wat ik dan zeg, het liefste kies ik dit stuk. Allemaal mooie rechte nerven. Oké, nerven, dat zijn zwakke plekken in het hout. Als je hier je bijl op zet, splijt je hem zo door. Kost je waarschijnlijk bijna geen kracht. Zou je dit hier hebben, een mooie dwarsdoorsnede van een stammetje. Heb je in het midden van de boom de kern en heb je hier een zijtak. En je ziet hier de nerven, die lopen nagenoeg haaks op. Op het moment dat nerven haaks op je pijlrichting lopen, kun je ze niet meer splijten. Die moet je snijden. Snijden, ja, met heel veel kracht en een hele scherpe bijl lukt dat je misschien, maar waarschijnlijk, als je hem splijt, zit hij hier vast. Oké, leeft frustratie op bij mensen, dus beter zo'n stukje pakken. En dat is trouwens ook gevaarlijk. Kijk, de hele les gaat voornamelijk om veiligheid en dat wil ik ook altijd benadrukken bij de mensen. Dat wil ik niet alleen, doe ik ook. Kijk, want ik geef ze dan vaak een voorbeeld. De les moet niet te serieus zijn, dus ik geef ze vaak nog een voorbeeld. Oké. Dus ik was in 2018 zelf in Canada, survival training. En uiteindelijk moest ik op pad. Vanaf 's morgens 7 uur mocht ik niet meer eten. Tot de dag daarna moesten heel veel dingen doen. Helemaal kapot. En het was -8, geen slaapzak, geen tarpje, helemaal niks. Moesten we buiten slapen. Dus we moesten zelf onderkomen maken. Vinden mensen allemaal leuk om te horen. En goed, ik vertel ze dan ook van oké, destijds kreeg ik 20 punten mee. En met die 20 punten kon ik bijvoorbeeld spullen kiezen om extra mee te nemen. Dus bijvoorbeeld een klapzaag 2 punten, een mes 2 punten en een bijl 2 punten. Oké. En dan vraag ik dus aan die mensen, een bijl 4 punten, dus 2, 2, 4. Dan vraag ik dus aan de mensen, waarom zou dat zijn dat die bijl 4 punten kostte? Oké. Krijg je een aantal antwoorden en dan zeg ik het zelf. Dus die bijl was 4 punten. Ten eerste omdat hij heel veelzijdig is. Je kan er een boom mee omhakken. Je kan er dieren mee fillen, mee uitbeen, door het kraakbeen heen slaan. Je kan, als je bijl scherp genoeg is, kun je de... Laat ik je daar vaak zien dat ze echt goed doorhebben hoe scherp die bijlen zijn. Kun je er krullen mee snijden voor het aanmaken. Oké, dat laat ik dan allemaal zien. En dan zeg ik dus van onze gidsen, dat was destijds zo, die wouden ons afraden om een bijl mee te nemen. Waarom? Omdat op het moment dat je met een mes uitschiet, kun je je vaak zelf nog wel helpen, verband eromheen, misschien na tijd hechting halen. Maar goed, allemaal wel te overzien. Op het moment dat je met een bijl slaat, die zijn bijna net zo scherp, ik hou ze nu bij. Misschien niet meer zoals ik weg ben, maar goed, ze zijn nu bijna net zo scherp als mijn mes.
als je hiermee uitschiet, zit veel meer impact, veel meer kracht achter. Ja, dit splijt gewoon je scheen mee, letterlijk. Dus, nou ja, die gevolgen zijn veel groter, dus daarom veiligheid prio. Oké, goed. Houtkeuze, veiligheid. Daarna ga ik beginnen met die grote bijl. Oké. Trouwens, vooraf aan de les vertel ik je natuurlijk ook nog waarom zij hier staan. Kijk, wij willen ze niet verplichten, maar we gaan echt wel motiveren van kijk, kom alsjeblieft, het is leuk, da. En dan een beetje gezellig eromheen praten van hey, je hebt een grote houtzaak en dan moet allemaal kleine, dus je gaat lekker zelf aan de gang. En dan vertel ik vaak ook van hey, het is voor mij is het heel satisfying, noem je dat. Het is gewoon heel fijn, weet je wel. Als je hout gaat splijten, dus hoe warm je het s'avonds hebt, is het direct gevolg wat je hier zo meteen gaat doen. Dus heel erg motivatie en daarna die dingen wat ik net heb verteld. Oké. Dus ze hebben verschillende bijlen om mee te werken. En dan ga ik uitleggen van oké, hoe groot je bijl, hoe meer kracht je kan zetten. Dus dat past bijvoorbeeld bij zo'n stuk. Hoe kleiner je hout wordt, hoe kleiner je bijl die je gaat gebruiken. Goed. Oké, dus veiligheid prio. Ik vertel nu een iets ander volgorde dat ik normaal aan de les zou doen, maar goed, een beetje afgeleid, komen al mensen binnen. Ik ga ook nog wat vertellen over mijn plaats. Ik wil stabiel staan en er moet niet te veel om me heen liggen. Hier ligt wat, gaat aan de kant, dat ik niet kan struikelen met die bijl, want die bijlen zijn dus ook scherp. Als je erop valt, is niet fijn. En natuurlijk niemand die er omheen staat. Oké, mocht ik uitschieten, staat er niemand in de weg. Oké, omgeving goed, schoon, veilig, niemand in de weg. Oké, ga ik over naar het hakken zelf. Oké, en mensen staan nu heel aandachtig te kijken altijd. En dan ga ik vragen van, hoe vinden jullie dit? Nou, veel vinden het wel goed. Hoe vinden jullie dit? Mensen zeggen een beetje van, nou niet helemaal. En dan zeg ik, het liefst wil ik dit hebben. Waarom? En dan ga ik uitleggen over de baan van de bijl, wat heel belangrijk is. Dat moeten ze onthouden. Kijk, als je stevig gaat staan. Dit is een fout die veel mensen maken. Die zeggen van, op het moment dat je met je benen gespreid staat. Kijk, dat is sowieso goed, je staat stevig. Veel liever dan dit, je staat stevig. Maar die zeggen, op het moment dat je met je benen gespreid staat. En je gaat er doorheen, raak je het randje, of als je er doorheen gaat, of voorlangs, ga je er doorheen. Als je geluk hebt. Best wel bullshit eigenlijk. Kijk, op het moment dat jij slaat en je raakt het randje, gaat hij eerst dit doen. Gaat hij naar je been. Op het moment dat je een zijtak hebt, je plaatst je bel hierop, je haakt zo, volgt hij die zijtak naar buiten, gaat hij ook opzij. Dus krijg je dit. Oké, baan van de bijl. Waar kan die heen gaan als die iets anders doet dan wat je zelf wil? Dus, ten eerste zeg ik dat je je stuk hout zo ver mogelijk achterop wil hebben. Oké, hoe verder je je blok achterop hebt, je stukje hout op je hakblok, hoe verder die bijl van je af neerkomt. Oké, ga ik er zo doorheen, komt die redelijk naar me toe. Ga ik er zo doorheen, komt hij ver van me af. Oké. Wat ik nog extra ook zeg, en dit is een hele belangrijke, is dat je door je benen gaat, ten alle tijden. Oké, dus blijf ik met rechte benen staan, gaat die bijl een halve cirkel maken. Oké, komt hij heel snel naar me toe. Ga ik door mijn benen, terwijl ik die bijl naar beneden breng, gaat die bijl vanaf hier bijna verticaal naar beneden. Komt hij heel ver achterop neer. Dat is veel veiliger. Oké. Doe ik het één keer voor. Oké, komt hij heel ver achterop neer. En jullie gaan nu zien, als ik nu rechtop ga staan, alsof ik met rechte benen blijf staan, komt die bijl veel verder naar me toe. Oké. En ik zeg ook tegen de mensen, als je scherp bent, gaat het vaak wel goed. Als je helder bent, je kopje erbij houdt. Maar goed, heb je één gluwwandje gehad, of ik maak dan dat grapje altijd. Ben je niet helemaal meer scherp, gaat hij ervoor langs. Oké. Dus, achterop zetten, door je benen. Goed.
dan pak ik ook altijd best wel grote blokken. En dan kunnen ze ook zien dat met die techniek en een scherpe bijl een goed stuk hout met rechte nerven nagenoeg geen kracht kost. Okay. Goed. Daarna, dit gehad heb, ga ik op mijn knieën zitten. En ik zeg ook tegen die mensen dat op het moment dat zij met deze bijl werken, mogen ze nog staan. Het liefste moeten ze op hun knieën zitten. Okay, op het moment dat je op je knieën zit, gaat die bijl geen halve cirkel meer maken. En maakt alleen de bovenste helft van die halve cirkel. Okay, dus op het moment dat die bijl het hout raakt, gaat die eigenlijk nog steeds van je af. Om nu voorlangs te slaan, is haast onmogelijk. Moet ik helemaal achterover gaan zitten. Dit is veel veiliger. Dus vanaf deze bijl sowieso op je knieën en liefst ook nog met deze. Oké. Okay. Op het moment dat jij staat, je wilt natuurlijk wel in één keer raak slaan. Hè? Ga je uitmeten. Oké. Okay. Ik zeg het tegen die mensen van, hè, maak, val grapje richting de mannen van, je wilt natuurlijk wel een beetje indruk maken op je vrouw of vriendin. Je wilt in één keer raak slaan. Het zou jammer zijn als je er overheen slaat. Niet alleen voor je eigen ego, maar ook die bijl kan hier nu gaan breken. Mocht je er voor lang slaan, is ook niet erg, zolang je maar aan het hakblok komt. Maar liefst in één keer goed. Dat doe je door uit te meten. Dus je gaat eerst ga je op deze manier staan. Arm een beetje rechtgestrekt. Hoek van 45 graden. Op het moment dat ik nu sla, zie je al, kom ik veel verder uit. Oké, okay. Nu wat langzamer. Op het moment dat ik kracht zet, ga ik onbewust veel meer strekken en dan kom ik verder uit. Als je eerst hiervoor begint, dus voor het hout, komt hij daarna goed terecht. Oké. Okay. Nou goed, maar zoals ik al zei, liever op je knieën. Op het moment dat je op je knieën zit, strek je onbewust niet zoveel uit. Kun je simpelweg hier beginnen. Oké. Okay. Zowel staand als op mijn knieën begin ik met de bijl hier. Oké, okay. Op deze manier kan ik heel veel kracht zetten. Met goede houtkeuze, goede bijl, deze blokjes zijn niet groot, heb je dat niet nodig, zoveel kracht. Plus, als je van de zijkant komt, op die manier, veel sneller, dat hij hem schuin raakt en af gaat ketsen. Dus als je hier begint, kun je en veel beter richten, hij hoeft alleen maar recht naar beneden. Plus, het is veel gecontroleerder. En je hoeft niet zoveel kracht te zetten. Hier beginnen. Staand en op je knieën. Oké. Nee, dat inderdaad. Tegen Marissa en Marissa. Goed. Op een gegeven moment wordt het hout kleiner en kleiner. Ga je ook een kleinere bijl pakken. Oké. Met deze bijl ga je dus sowieso op je knieën en een kleiner maatje ook. En nu ook weer achterop het blok, achterop, en dan breng je met twee handen, een bijl haal je altijd met twee handen vast, tenzij de technieken die ik zo meteen ga laten zien. Okay. En het liefst breng je ook je handen mee naar beneden. Hoe kleiner een bijl, hoe kleiner die cirkel, hoe sneller je naar je toe komt. Dus deze wil je ook eigenlijk verticaal naar beneden gaan drukken. Dan wordt het veel veiliger en het wordt ook handiger. Moeilijk uit te leggen waarom het handig is, maar dat kom je vanzelf achter als je het gaat doen. Oké. Mocht hij niet in één keer gaan, sla hem precies dezelfde manier sla hem door. Met blok en al. Wat je vaak ziet is dat mensen stiekem toch naar achter gaan kruipen. Ze heel veel kracht zetten. Gaat hij niet doorheen, komt hij daar neer of er voorlangs. Dus achterop blijven en met blok en al doorslaan. Oké. Mocht hij helemaal vastzitten. Die helemaal vast zitten, doe ik altijd dit. Tik je hem zo los. Oké, okay. Goed. Deze nog even één keer en dan ga ik verder. Oké, okay, op een gegeven moment, en daar is waar veel mensen dus zichzelf mee verwonden, wordt het hout steeds kleiner, wordt het een beetje wankel. Oké, okay, wat ze gaan doen is dit. Kom ik weer terug op die glue line. Als je snel genoeg bent, is het oké. Okay. Op het moment dat je niet helemaal meer scherp bent, dan lekker speciaal biertje, sla je in je duim. Hè? Sla in je duim.
Oké, dus wat je kan doen, is een verlengstukje pakken. Verlenging van je duim. Sla ik nu mis, sla ik op mijn stukje, niet op mijn duim. Oké, verlengstukje. Kan ik hem zo doorslaan. Goed. Nu wordt het steeds kleiner. En vaak pak ik mijn bijl dichter bij de kop vast. Oké, waarom? Leg ik eens uit aan die mensen. Op het moment dat jij je bijl dichter bij je kop vast hebt. Kijk, je bent gewend om met je handen te werken. Hand-oogcoördinatie. Hoe dichter bij de kop, hoe meer controle je hebt. Plus, dit is het zwaartepunt. Dus hoe veel minder stabiliteit te leveren uit je pols. Dus minder stabiliteit leveren, dichter bij de kop. Dus je kan veel nauwkeuriger slaan. Dus je kan de bijl, je hoeft hem niet altijd onderaan vast te pakken. Oké. Mocht die in één keer gaan, het liefste pak je weer met twee handen over. Twee handen is meer controle. Sla je hem in één keer door. Goed, dat is één techniek met een kleine bijltje. Oké, wat je ook kan doen. Kijk, even kijken waar ik dat stukje heb. Ja, hier zo. Zijtakken lopen altijd tot het midden. Hè? Dit is het midden. Zijtakken lopen tot het midden. Komt er een andere zijtak naar het midden toe. Splijt je hem hier, zit je bijl vast. Splijt je hem aan de andere kant, komt hij ook tegen die zijtak. Je kan hem splijten, maar dan moet je er precies tussendoor. Oké. Maar dat wordt moeilijk natuurlijk om te richten. Om precies daar te raken. Wat je dan kan doen, is dat je je bijl op het hout zet. Je zet hem neer waar je hem wil hebben. Oké, en dan sla je hem met je andere hand. Je hebt bijvoorbeeld een stuk hout, een ander stuk hout of een knuppeltje. Sla hem door. Super handig. Ook leuk om met z'n tweeën te doen. Eén iemand pakt dit vast, iemand anders slaat hem door. Je kan hem met twee handen vastpakken. Het aandachtspuntje hierbij wel is dat je je bijl haaks op je lichaam houdt. Dus niet zo, haaks. Gaat hij doorheen, gaat hij langs je lichaam heen. Oké. Want nu, je hebt je bijl en met één hand vast. En nog eens met je slechte hand ook. Ik ben links, ik ben rechts. Je doet al het werk met rechts. Eén hand, linkerhand. Dus als ik hem zo zou houden en hij gaat, kan ik me heel moeilijk houden. Komt hij naar me toe. Dus bijl haaks op je lichaam. Gaat goed. Oké. Dan de derde. Laatste techniek voor nu. Is deze. Dus je zet je bijl op het hout. Je slaat hem niet in. Je zet hem erop. Je rechterhand gaat onder op je heft. Onder op je bijl. En je linkerhand die klemt om beide heen. Vier vingers eronder, duim eroverheen. Niks ertussen. Linkerhand eromheen, rechterhand onder. Je brengt ze samen naar beneden terwijl je knijpt. He, dus dit zit eigenlijk vast. Je brengt ze samen naar beneden. Door. Als je hier een beetje in geoefend bent, kun je best snel werken. Oké. Soms heb je splijtje niet in één keer. Kun je hem omdraaien. Ga je kijken naar de nerven. Zet je met de andere kant erop. Gaat die wel. Splijt je soms niet in één keer. Kun je hem ook aan elkaar trekken. Werkt soms ook. Oké. Aandachtspuntje hierbij is. Dat je je hout plat neer laat komen. Oké. Dus niet zo. Maar zo. Met dat die plat is. Kun je veel meer kracht overbrengen en dan krijg je geen tik in je vingers. Normaal gesproken, als ik hem nu sla, dat dit een draaipunt, ga je dit doen. Oké. Plat neer laten komen, dan krijg je geen tik op je linkervingers. Dan slijt je hem zo door. Oké. Zo kun je heel fijn werken. Misschien heb ik nog veel te maken met vuur maken, voor nu dit is houttakken. Let vooral op de veiligheid. En zorgen dat ze deze technieken vasthouden. In principe kan er nu niks gebeuren.